De avondvierdaagse is sinds 2016 terug in Zundert. DEA en het Stokpertje namen gezamenlijk de organisatie op zich om het wandelen in Zundert nieuw leven in te blazen. Nu vieren ze hun eerste lustrum en ze zijn blij. Ja, zeker blij dat het door kon gaan. Ja, we hebben ook bedacht, zo gauw dat het weer kan, dus eigenlijk de eerste week dat we evenementen mogen, zijn wij van start gegaan. En daar hebben we ook wel op ingezet. Ja. Het kwam maar moeizaam op gang, maar dat was denk ik ook omdat er heel lang onder voorbehoud bij stond. Zo gauw dat het duidelijk werd dat we doorgingen, dat het echt doorging, ja, toen liep de inschrijving ineens heel snel op. De laatste dag nog meer dan 70 erbij, geloof ik. Nou, toen we begonnen, toen dachten we, als we dit weer gaan doen na 20 jaar niks of zo in Zundert op dit gebied, dan moeten we blij zijn met misschien 150 of 200 mensen. Toen waren het er eerste jaar al meer dan 300. En dat is eigenlijk gestegen tot ja, het laatste jaar dat we het echt volledig konden doen, tot boven de 700 mensen. En nu zitten we dan wel iets lager, maar ik denk dat het dan nog wel de naweeën van de corona zijn. Maar goed, op zich, als we die stijgende lijn weer hopen we weer voort te kunnen zetten. Dit jaar hadden we ongeveer 450 deelnemers. Ik had eigenlijk niet gedacht dat er zoveel mensen mee zouden doen. In verband met corona, van ja, komen ze wel, komen ze niet, want we hadden al een heel ander scenario. Nou, veel plezier. In de avondvierdaagse is dat ik dit jaar de routes heb samengesteld, uitgetypt. De andere leden van de avondvierdaagse hebben hem nagelopen of nagefietst. Ik heb zelf een paar routes nog een keer nagefietst. En ik heb 3 dagen de routes mee uitgezet. De winst is ook al voor een deel de samenwerking tussen 2 organisaties die op het eerste oog niet zoveel met elkaar hebben. De een richt zich eigenlijk vooral op jongeren en de andere toch op de atletiek en de sport. En zo ook eigenlijk een beetje toevallig zijn we samengekomen, omdat er iemand bij het Stokpertje Patty zei, ik wil weer een avondvierdaagse gaan organiseren. En eigenlijk in hetzelfde jaar iemand bij de DEA zei, moeten we dat niet weer gaan doen? Nou, zo zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen en dat blijkt gewoon een hele gouden samenwerking. Een toevalstreffer. Ja, een toevalstreffer, maar wel een mooie toevalstreffer. Ja. We gaan meestal de scholen als pauzepost gebruiken, dit jaar dan ook de Willaard. Eigenlijk zijn er voor een deel altijd de mensen, denk ik, die het maken. Hè, en die samen ervoor zeggen, wij gaan ervoor. Maar het mooie is denk ik ook wel dat het Stokpertje een bepaalde jeugdig enthousiasme meebrengt. Hè. Ja, daar hoor ik misschien niet helemaal mee toe. Maar onze vrijwilligers staan altijd meteen paraat en enthousiast om aan de slag te gaan. En de DEA ook wel een stuk ervaring op het gebied van routes maken rondom het wandelen. En wij hebben toch best wel ervaring in het organiseren van grote evenementen. En dat samen zorgt dat het werkt. Als jullie daar even in een rijtje doen. Ik heb het wel.